Edebrug. Over deze karakteristieke ijzeren spoorbrug tussen Niftrik en het fraaie Brabantse vestingstadje Ravenstein rijden veel treinen. Deze spoorbrug over de Maas heet de Edebrug en is een rijksmonument. Zoals de Edebrug er nu ligt, kennen we hem sinds 1948. Maar de geschiedenis gaat een heel eind terug. Al in 1846 gaf men een vergunning af voor het bouwen van de brug. Maar dat initiatief bleef zonder gevolg. Pas in 1872 startten ze met de bouw van de eerste versie. Het was een houten vakwerkliggerbrug. Een vakwerkliggerbrug is opgebouwd uit driehoeken. De oplevering van de spoorbrug was op 1 februari 1874. In het laatste decennium van de 19e eeuw bleek dat de brug te laag was. Verschillende keren was de waterstand in de Maas zo hoog dat de rails onder water stonden en het spoorwegverkeer stilgelegd moest worden. Een verhoging was noodzakelijk. Toen die werd uitgevoerd, verving men de houten Edebrug voor een geheel ijzeren constructie. In 1937 veranderde men de bovenbouw van de overbrugging. Er kwamen stalen boogbruggen. De pijlers van de brug zijn berekend op 2 sporen. Echter, een 2e spoor is er nooit gekomen. Een ander leuk detail is de bescheiden plaquette in een van de pijlers. Het is de Engelse Edith Broughton, de dochter van de Engelse ingenieur Alexander Broughton. Hij ontwierp de brug. Edith legde de eerste steen met het uitspreken van de tekst: In the name of the Father, the Son and the Holy Ghost. Vandaar dat de brug ook dan de Edithbrug heet. Helemaal gaaf is deze plaquette niet meer. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het gebruikt als schietschijf. Sowieso heeft de Edebrug veel te lijden gehad onder de oorlog. Toen de Duitsers in 1940 binnenvielen, werd de brug door de Nederlanders opgeblazen in een poging hen tegen te houden. Ook in 1944, met Operation Market Garden, werd de brug opgeblazen. Nu door de Duitsers. Naderhand hebben de geallieerden met hout een snelle noodreparatie uitgevoerd, zodat de treinen weer konden rijden. Pas in 1948 werd de brug helemaal hersteld. De brug heeft ook een bijnaam. Ze noemen het ook wel de whiskybrug. Dit vanwege de enorme hoeveelheid whisky dat werd genuttigd tijdens de bouw en de opening van de brug. En als ik die 2 grabbers daar zie lopen, dan denk ik dat zij nog steeds wat whisky in hun bloed hebben.